Hallo jongens, welkom bij deze nieuwe video van Genk een keer rond die party! Oké, dit keer ga ik gewoon rustig. Vandaag ga ik jullie een paar tips laten zien die hoe je het beste kan winnen bij PUBG Mobile. PlayerUnknown's Battleground, PUBG Mobile. Het geluid is wel een beetje scared, die party, maar het maakt niks uit. Maar kijk. Ik ga het even. Even wachten. Ik heb de muziek uit. Zo, nu horen jullie me beter. Wacht. Zo, audio. Monster. Wat is monster? Voice microfoon, speak, nee. Ja, nee. Maakt niks uit. Ik ga naar training. Kijken. Ja, ik ga niet zelf een potje doen. Jullie horen het wel een beetje raar geluid. Maar dat maakt niks uit. Zo, nu hoor jullie me beter. Nu kan ik gewoon rustig spelen. Nou, kijk. Eerst moet je het beste goede loot hebben. Nou, dit is gewoon training, maar bij Classic ook of Arcade moet je goede loot hebben. En tweede, je moet goede wapens hebben. Want als je met een slechte wapen begint, bijvoorbeeld, even kijken. Zelf vind ik deze sniper slecht. Dan ga je gewoon meteen dood. Want hij schiet super slow. En dat is ook niet fijn. Dus je moet het beste een automatische wapen hebben. Waar je van stand mee kan veranderen. En een pistool, dat is ook goed. Automatische wapen ook goed. Maar het beste, nou een tip. Je moet tassen hebben. Sowieso al het loot wat je kan vinden moet je pakken. En een pan. Wat je met de pan kan, dat ga ik je nu laten zien. Nou, ik denk niet dat iemand gaat schieten. Nou kijk, als iemand op je schiet, dan kan je de kogels wegslaan met de pan. Klinkt een beetje raar, de pan. Nou, wacht even. Ik ga even wat zeggen. Nee, geen team. Nee. Zo, ja. Nou kijk, als hij nu gaat schieten, dan misschien kan ik. Hij moet nu schieten, want. Nee, hij wil niet schieten. Nou, maar je kan ze daar wel weg mee slaan. Je kan ze wel wegslaan met de pan. Dan moet je wel op YouTube kijken. Ja. Ik kan het nu niet echt laten zien. Ja, ik kan wel een video aan elkaar koppelen. Nou, wacht, ik weet niet wat ik het ga doen. Maar, en wat je nog meer kan doen, is als je het in third person loopt, dan beweeg je die ogen en dan zie je ze om je heen. En dat is echt handig. Nou, en nog een tip. Wacht, ik ga even naar wapens lopen hier. Zo. Nou, bijvoorbeeld, stel je voor, je zit in een gevecht. Wacht, even kijken. Ik pak gewoon even deze. Stel je voor, je zit in een gevecht. Je hebt een wapen, je schiet een paar keer, je kogels zijn bijna op. Dan pak je snel de andere wapen en dan kan je daarmee schieten. En zijn die kogels op, dan pak je een andere wapen en dan kan je ze gewoon daarmee neerschieten. Dus je hoeft niet meteen dezelfde wapen te gebruiken. Bijvoorbeeld moet je reloaden, dan pak je de andere wapen die je in je inventory hebt. Wacht, ik ga even mijn kogels vullen. Zo. Zo. Kijk zo, bijvoorbeeld, je zit in een gevecht. Ik schiet nu een paar keer. Ik schiet nu een paar keer gewoon. Je zit nu in een gevecht. Je schiet gewoon. En dan moet je reloaden. Nou, dat wil niemand meemaken. Dan schiet je gewoon met een ander wapen. Dat is handiger. En als je met beide wapens moet reloaden, zoek een schuilplekje. Ga je bijvoorbeeld bukken achter een tafel. Ja, helpt niet zo echt. Ga gewoon in een huisje verstoppen of zo. Zoek je gewoon dingen. Ja, en dan ga je reloaden. Nou,
wacht. Ik ga nu naar de tweede stap. Ik zie jullie zo. Nou, het tweede is dus, zoek een auto. Het liefste zou je ook benzine moeten hebben. Met de auto kun je allemaal kills maken. Als je bijvoorbeeld iemand schiet, dan zie je op je map. Ja, ergens op je map zie je gewoon kogels schoten en die zijn oranje. Dan moet, als je erheen rijdt, zie je diegene staan en reizen over. En daardoor krijg je ook heel veel kills. Dan heb je veel meer kans om eerste mee te worden. Dus je hoeft niet te campen, niet op één plek blijven, want dan wordt sowieso geen eerste. Dus je moet gewoon eigenlijk kills maken. Als je goede wapens hebt. Nou, nu ga ik naar de tweede stap. Ik zie jullie zo weer. Tot straks. Nou, het tweede is, zoek een scope. Het liefst een 8 keer scope. Of gewoon 4 keer scope, 2 keer scope. Het maakt allemaal niet uit. Deze 2 scopes zijn niet zo fijn, vind ik. Ik gebruik meestal 8 keer scope als ik die vind. Nou, want met een 8 keer scope kan je van ver mensen snipen. Als je, dan moet je op een berg gaan staan. Een schuilplekje zoeken voor als iemand op je schiet. En dan kan je ze van ver snipen. En dat is redelijk goed. Daarmee maak je heel veel kills. En nou, het is wel handig dat je heel veel kills maakt. Want dan word je ook eerste. Nou, en nu gaan we naar de tweede stap voor de tips. Nou, als het druk is bijvoorbeeld. Nou, dan wil je niet doodgaan. En als je heel veel lange struiken ziet bijvoorbeeld. Gewoon struiken. Je hoort allemaal schoten heel dicht bij jou. Echt naast je bijvoorbeeld bedoel ik. Dan ga je liggen. En dan ga je kruipen. Dan, als je diegene ziet, kan je ze gewoon van ver een beetje snipen. En dan krijg je meer kills. Daar heb je ook veel meer kans om eerste mee te worden. Dus eigenlijk vind ik deze wel heel belangrijk. En soms als je heel veel schoten hoort ook nog, kan je ook, het is ook wel goed om te crouchen. Of wat doet hij? Waar mikt hij op? Nou, oké. Okay. Maar dit was de tip. Nou, ik ga even. Ik moet even nadenken. Er was nog een tip. Oh ja. Ik zie jullie straks. Ik ga er nu al even heen. Nou, jij hebt het wel eens meegemaakt. Sowieso. Je landt en dan land je per ongeluk bij iemand anders. Dat wil je niet hebben. Dus je moet zo snel mogelijk een wapen vinden. Het liefst moet je een pan of een sikkel of crowbar. Gewoon een zwaardje. Ik weet niet wat het is. Moet je gewoon pakken. En dan kan je ze in één keer neerslaan. Dat is juist handig. Want een wapen, ja, een gun, is niet zo handig. Want als je schiet, komt die teammate ook. Of je wordt gewoon meteen neergeschoten. Want met de pan kan je ook die. De game glitcht. Oh, ja. Nou, net stond er een pan, maar ik had een zwaardje in mijn hand. Maar dat weet ik niet. Nou, met de pan kan je namelijk ook kogels weggooien, zei ik ook. Het is wel een goede tip voor als je bij iemand anders landt. Zoek meteen een wapen. Het liefst gewoon een. Ja, stokachtig iets. Want dan kun daar schiet je mee. Er komen mensen op af. En dan heb je sowieso 30% dat je doodgaat. Dus dat was de tip. Nu gaan we naar een andere tip. Nou, je hebt het sowieso wel een keer meegemaakt. Moet ook wel. Wacht even. Mijn telefoon doet er. Zo, ja. Mijn hoes zat even niet goed. Nou. Zo. Wat een poephoesje. Oké, zo. Ik laat je straks wel zien. Ik klik nu op pauze. Ik zie jullie straks weer. Abonneer en like. Ik zie jullie straks. Nou, hij is nu nog aan de lanen, maar ik had nog een mededeling. Ik heb ook een app. Ja, heb ik ook op YouTube gezet. Van muziek. Die app heet Music Maker Jam. Het is echt een leuke app. Je kan gewoon je eigen muziek maken. Je kan bitcoins verdienen. Gewoon echt beat heet het. En dan kan je liedjes mee kopen. En dan kan je beats mee krijgen. Bijvoorbeeld, ja, gewoon trommel, zanger, ja, dat soort dingen.
Het is echt een aanrader. Ik zou het gewoon gaan downloaden. Nu meteen. Het is echt leuk. Ik ben er de hele dag mee bezig met mooie liedjes. Ik heb ook een liedje, maar dat kan ik helaas niet op YouTube zetten. Maar als ik geland ben, ja, als ik ga landen, dan zie ik jullie straks. Oh yeah. Kijk. Nou, ik ben hier. Helemaal. Wat zei ik nou? Helemaal. Dat is geen woord. Maar boeien. Kijk. Bijvoorbeeld, je wilt landen. Wacht even. Nee, wat is dit? Er komt even iets. Oh. Mijn hoesje doet weer raar. Nou, oké, kijk. Bijvoorbeeld, je ziet 3 mooie huisjes. Prachtig. Echt mooi. Enig. Nou, en dan zie je een... En dan zie je dat het gewoon grote huisjes zijn. En dan... Heel verwachten. Bijvoorbeeld is het 1 klein schuurtje, hè, bijvoorbeeld. Een landje daar. En dan heb je geen wapens. Zo, dan heb je geen wapens. Dan krijg je alleen maar een helm, bijvoorbeeld kogels alleen. En geen wapens. Dat is echt poep. Ik mag niet schelden. Dat is echt poep. Nou, heb je alleen maar een zwaard of zo. Maar het liefste, als je meteen landt, moet je niet naar een drukke plek. Bijvoorbeeld niet hierheen. Niet hierheen. Dat is echt heel druk. En ook niet hierheen. Je moet het liefst naar gewoon een plek waar je goed kan... waar weinig huis zitten. Niet te veel. Dat de mensen het heel snel opmerken. Dat er heel veel loot ligt. Dus je moet gewoon bijvoorbeeld naar zo'n plekje gaan. Of zo'n plekje. Niet naar een te grote plekje. Want daar komen meestal heel veel mensen. Dan heb je veel meer kans om dood te gaan. Dus... Dat was ook maar een tip. Nou kijk, net als nu. Nu heb ik ook weer geen wapen. Oh wacht, nu heb ik wel een wapen. Zo. Nou kijk. En je maakt het wel eens mee. Je rent gewoon lekker rustig. En ineens schiet er iemand op je. Nou, nu is het niet zo, maar ik zeg het gewoon. Ineens schiet er iemand op je. En dan heb je geen bandage. Heb je geen bandage, zie je een mini-schuurtje meteen ingaan. Moet je wel gaan liggen, want ze kunnen door de deuren heen schieten. Kijk, als ik dit doe... Nou, verdwijnt de deur en dan kunnen ze je meteen neerschieten. Wil je niet hebben. Dat was ook weer een... Hey, een Nederlands iemand. Voor het eerst dat ik het weer zie. Ik zie jullie straks weer bij een volgende tip. Kijk, dus je hebt een auto gevonden. Ja, en je wilt kills maken. Maar je ziet helemaal niemand. Dus dan moet je eigenlijk... Meestal renden superveel mensen langs de randen. Of in drukke steden. Maar dat is te druk. Dan heb je veel meer kans om dood te gaan. Heb je ook veel meer kans om mensen te killen. Dus meestal moet je gewoon naar het platte... Ja, niet naar het platteland gaan. Maar naar gebergte. Nou, het is een hele lange video, maar bijvoorbeeld, je moet het meestal naar bergen gaan. Want daar zijn meestal heel veel mensen. En dan kan je ook heel goed snipen, die mensen snipen. Maar ik heb nu alleen maar een pistooltje. En nog een tip, als je rijdt, gebruik niet te veel turbo. Want dan gaat je benzine ook heel snel op. Dat wil je ook niet hebben. En als je heel veel kills wilt maken, echt goede kills, moet je hierin gaan. Ik weet niet hoe het hier heet, even kijken. Vlakbij... Poshiki, moet je daarin gaan. Daar kan je meeste kills maken. Nou, dat zijn... Wacht even. Oh. Kijk, hier maakte ik altijd de meeste kills. Ah, nu zijn er niet meer zoveel mensen. Het zijn best veel mensen. Nou, even kijken. Nou, het andere is... Ik loop er nu even heen. Ik zie jullie straks. Nou kijk, bijvoorbeeld je zit in een huis. Ja, je hebt geen tas. Ja, ik heb ook geen tas. Je hebt geen tas. En dan zie je een prachtige wapen. Maar ja, je hebt geen plek. En je hebt al die spullen nodig die je in inventory hebt. Nou, je pakt bijvoorbeeld, je hebt een bom of zo. Heel veel mensen gebruiken geen bommen meer. Dat is niet meer zo groot. Nou, heel veel mensen gebruiken geen bommen meer. Dus je gooit gewoon een paar bommen weg. Nou, kijk wat ik doe. Ik doe gewoon dit. Ik verspel hem gewoon.
Oh, ik zie daar iemand. Nou, kijk, ik zie nu iemand staan en hij ziet me niet. Huppakee, kill. Nou, ik ben even bezig, heel bericht. Kijk, zo. En meestal als je een wapen hebt, schieten mensen heel sloom. Je moet eigenlijk heel snel schieten. Kijk hoe ik het nu eigenlijk doe. Heel veel mensen schieten gewoon zo. Gewoon rustig. Maar je moet heel snel schieten, want heel veel mensen hebben ook een automatische wapen. En daardoor winnen ze ook. En dan winnen ze de kill. Nou, ik mag blij zijn dat ik goed ben in deze game. Als je een beginner bent, als je deze video voor het eerst kijkt, gewoon... ken je Perk Mobile niet? Download het zeker. Het is echt een leuke app. Nou, game. Je kan gewoon vrienden inviten. Je kan vrienden ook gaan laten downloaden. Nou, goed Nederlands. Vrienden ook het gaan laten downloaden. Nee. Je kan het vrienden ook laten downloaden. Dat is echt leuk. Dan kan je met je vrienden samen in een squad, duo, net als Fortnite. Maar Fortnite vind ik niet zo leuk, want... Ja, niks tegen de mensen die Fortnite leuk vinden. Fortnite vind ik niet zo leuk, want hier kan je echt in veel outs. Hier kan je gewoon vrij lopen. Bij Fortnite moet je echt... Ja, ik ga niet... Nee, nou, niks. Nou. Nou, Fortnite vind ik gewoon niet zo leuk. Nou, ik zie jullie bij de volgende tip. Er is nog één laatste tip die ik jullie wou laten zien. Ik ga daar nu heen. Tot straks. Nou, kijk. Bijvoorbeeld... Oh, dat liep even vast. Bijvoorbeeld, je loopt gewoon rustig op een weggetje. Je moet ook... Als je hier bent, dan moet je... Ja, als je in een stad bent, moet je niet gewoon hier... Niet zomaar hier lopen, want... Mensen kijken het meeste naar het midden. En dan word je meteen neergeschoten. Kijk, zoals nu. Zie ik ook iemand. Heel even wachten. Huppakee. Ik heb echt geluk dat ik deze sterke shotgun heb. Meestal hou ik niet van shotguns. Maar deze shotgun is echt chill. Oeh, een AKM. Lekker. Met de 8-keer scope. Nou, zoals je ziet heb ik nu een 8-keer scope. En ik werd ook net geraakt. Dus nooit in het midden lopen. Je moet... meestal moet je ook gewoon uit het zicht van de mensen blijven. Moet je gewoon door huizen heen rennen. En... Nou, dat was het eigenlijk nou weer. Ik ga even veilig staan. Zo. Nou, vonden jullie deze video leuk? Hadden jullie er iets aan? Like en abonneer op Gekke Kerel. En reageer ook nog. En download Music Maker Jam. Dat is echt een leuke app. Het hoeft niet voor mij. Mag gewoon. Het is gewoon cool. Of download Perk Mobile zelf. Dan kan je gewoon vrienden inviten en dat soort dingen. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye.